de Antillianen die altijd laat komen. We hebben de Surinamers die heel lui zijn. We hebben de Marokkanen die overal te vinden zijn. En we hebben de Hollanders die supergierig zijn. Elke week neem ik een BN'er mee op de vooroordelentour. Vandaag heb ik 3 enveloppen met 3 bevolkingsgroepen. Een Pijker, de bekende zanger. Samen met hem kies ik 1 envelop. En dat doen we vandaag hier in Amsterdam-Osdorp. Every time, no, oh, hey, hey, hey. Gozer, ik kom je even lastigvallen. We gaan zo meteen 3 enveloppen voor je klaarzetten. En jij mag keuze maken uit 1 envelop. En dan gaan we kijken wat het gaat worden. In elke envelop heb ik een bevolkingsgroep of een beroepsgroep. Jij kiest er eentje uit. En dan gaan we natuurlijk die vooroordelen over de bevolkingsgroep testen. Van tevoren dacht ik, als 2 erbij zit, dan neem ik hem. En ik neem nummer 2. Komt-ie. Dit gaat hem worden. Surinamers, het eerste wat in je opkomt. Te laat komen. Zeggen dat ze er om 1 uur zijn en maar toch een uurtje later binnenkomen wandelen. Veel goud. Gouden tanden, denk ik. Ik heb een Surinaams vriend. Ja. Die gaan we even bellen, kijken of al die vooroordelen kloppen. Is goed. Hey Kimo, hoe gaat het? Lekker. Ja, goed. Hey, ik ben hier in Osdorp. Hoe snel kan je hier zijn? Oké, ik wacht hier op je. 5 minuten, hè? Nou, het is nu 4:30. Het lijkt me leuk om even te gaan timen. Hij zegt 5, maar hij krijgt 10 minuten. 10 minuten, ja. Let's go, we houden het bij. 5 minuten zijn voorbij, hij krijgt van ons nog 5 minuten. Die gast is een beetje laat. We doen one op de beatbox. Breng het maar. Hey, kijk hem daar. Hij is er. Hey. Fucka. Wat? Huh? Je bent misschien 2 minuten laat, man. 2 minuten, kom op, 1,5 uur, man. Jij bent gewoon de Surinamer. Hij zegt te laat komen. Dat is gebeurd. Die is binnen, ja. Wat was de tweede? Het tweede vooroordeel, veel goud, gouden tand. Doe je mond open. De man heeft net ontbeten gewoon, maar geen gouden tand, nee. Dit is wel een voorbeeld Surinamer, toch wel dat hij te laat is, geen gouden tand. We zijn nog lang niet uitgesproken over dit onderwerp. We gaan even een broodje halen, Kimo trakteert, dat heb ik kunnen regelen. Hij is te laat gewoon, dus hij trakteert. En we gaan even een Surinaamse broodje halen, kijken of de bediening daar wel snel is of niet.